Marco Boot, jij bent van de Technische Universiteit Eindhoven. Jullie hebben een project voor de Academische Jaarprijs ingediend met de titel brandschone verbranding. Je krijgt precies drie minuten om uit te leggen wat dat project inhoudt. Oké, okay. alles wat we in het dagelijkse leven tegenkomen: uh, vliegtuigen waarmee we mee op vakantie gaan, de open haat waar we in de winter lekker voor zitten, de auto die we naar ons werk pakken, maar ook een hoop zaken die achter de schermen meespelen, zoals vervoer van uh, voedsel naar de supermarkt toe. Daar komt energie bij kijken. En steeds meer energie. De bevolking neemt toe, de bevolking wordt rijker. En er moet iets gedaan worden aan de manier waarop energie wordt opgewekt, uh, om van uh, de negatieve trend van enorme milieubelasting af te komen. En de manier hoe we dat willen doen is een vergroening uh, aan de productiekant van energie. Natuurlijk uh, is dat niks nieuws onder de zon. Uh, er bestaan al decennia lang, zelfs uh, bijna al 100 jaar lang, uh, biobrandstoffen. Die worden echter momenteel gemaakt uit het eetbare deel van de plant. Dan concurreer je weer met de voedselketen. Dat is niet de bedoeling. Een andere trend die we zien is elektrificering van voertuigen, elektrische auto's, hybrides, etc. Ook die elektriciteit komt niet uit de lucht vallen, die moet geproduceerd worden. In Nederland grotendeels door gas- en kolencentrales, met eh, als drijvende veer de ouderwetse verbranding. In de toekomst eh, echter zal er een nieuwe manier van energieproductie moeten komen die CO2-neutraal moet zijn eh, om broeikaseffecten tegen te gaan. Die zal schoon moeten zijn om de fijnstofdoden, et cetera, acid rain, eh, smog tegen te gaan. En die zal daarnaast ook duurzaam moeten zijn zodat we er niet alleen tien jaar van kunnen genieten, maar de rest van ons leven en generaties daarna. Uh, een dergelijke oplossing uh, noemen we een zonnebrandstof. Dus die brandstof die wordt opgewekt met behulp van zonne-energie. Uh, die brandstof is schoon, duurzaam en CO2-neutraal. Uh, die gaat in onze voertuigen. En enkele voorbeelden daarvan uh, zijn Cyclox. Cyclox is een reversed engineered brandstof. Dat wil zeggen, we zijn er vanuit gegaan van wat de motor graag zou willen drinken om hele schone emissies te produceren. Een andere techniek waar we aan werken is om de elektriciteitsproductie uh, door middel van gasturbines en elektriciteitscentrales schoner te maken. Dat doen we met hele complexe computermodellen die wereldwijd gebruikt worden. Uh, en de uiteindelijke manier uh, om dit uh, ook in de toekomst sustainable te maken, uh, het werk uh, aan dit onderzoek bedoel ik sustainable te maken, is om de volgende generatie uh, studenten, potentiële studenten, te enthousiasmeren. En dat gaan we doen. Door een roadshow op poten te zetten. We gaan langs allerlei middelbare scholen. om studenten, te, potentiële studenten. te prikkelen om iets van het onderwerp mee te krijgen. Hopelijk gaan zij dit complexe energievraagstuk. voor ons oplossen in de komende jaren. Nou, je bent keurig binnen de tijd gebleven. Je hebt nog negen seconden over. Dus dat is heel goed. Je zegt zelf eigenlijk al dat het gaat om. Ja, een zeg maar, ouderwets iets. Uh, ouderwetse verbranding noem je het zelf. Je zou kunnen zeggen, alles wordt elektrisch binnenkort. Waarom dan nog die verbranding? Alles wordt elektrisch tegenwoordig is, uh, is iets wat we eigenlijk altijd tegenaan lopen. En dat is eigenlijk ook de drijfveer geweest voor ons om, uh, om hieraan mee te doen, eerlijk gezegd. Want uh, is het niet ouderwets of wel ouderwets? Wat is dan? Nee, verbranding is niet, uh, niet ouderwets. Nee, zeker niet. Maar gaan is... je, wat, 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 wat je, je hebt het over cyclox bijvoorbeeld en je hebt het over gasturbines verschonen. Wat jullie willen is... De verbranding helemaal opschonen. Eigenlijk. Precies. Wij kunnen dezelfde emissies die uit, uh, laat ik het anders zeggen, op het moment dat we op een duurzame manier brandstoffen maken die schoon zijn en CO2-neutraal, dan hebben we met uh, de ouderwetse. Een verbrandingswagen, dezelfde emissies als een elektrisch vervoertuig. En dan wordt er vaak gezegd, ah, komen er schadelijke moleculen bij verbranding. Bijvoorbeeld stikstof of andere allerlei, uh, um, laten we zeggen, benzeenachtige moleculen. Dat is één. En het tweede is, wordt vaak gezegd, het rendement van verbrandingsmotoren is slecht. Het komt niet hoger dan 40 procent bijvoorbeeld. Ja, dat, dat klinkt als een uitdaging. Uh, in beginsel kan het rendement van een verbrandingsmotor niet veel hoger worden dan 40-50%. Wat we wel kunnen doen, en dat doen we ook actief, ook binnen onze groep, is die 40-60% die we weggooien in de uitlaat terugwinnen voor een groot gedeelte. En dan ligt de potentie een enorm stuk hoger. Uh, wat we ook niet moeten vergeten, is dat alternatieven ook uh, schadelijke uh, emissies en, en dergelijke met zich meebrengen. Bijvoorbeeld de productie van accu's waar geen vragen over worden gesteld. Dat is ook iets waar naar gekeken moet worden. Dus je moet alles meenemen van uh, cradle to grave. Ja. Ja. Dus in wezen zeggen jullie dat is de boodschap die jullie willen uitdragen met deze academische jaarprijs aanmelding. Schone verbranding, dat kan. Echt volledig schone verbranding. Ja, dat kan. Dat kan zeker. Volledig schoon? Volledig schoon. Er staan motoren bij TNO en die kunnen schonere uitlaatemissies maken dan de omgevingslucht. Zo efficiënt is het nabehandelingssysteem, het verbrandingsproces. Dat ze netto achter de uitlaat lagere stikstof en roet uh, hebben dan de omgevingslucht. Okay. Dus het is zeker mogelijk en wij gaan het realiseren. Dankjewel.